Jongens, mag ik even jullie aandacht alsjeblieft? Evelien, doe jij je telefoon weg? Yes. Goed, wie kan mij nu vertellen hoe het spijsverteringsstelsel werkt? Sorry. Oké, Asra, zou jij misschien kunnen uitleggen? Hoe het werkt? Ja, het is een beetje lastig, maar we hebben allemaal dingen opgeschreven, zoals de organen en de riborganen, en de Latijnse woorden en de stoffen. En dan hier allemaal pijltjes getekend. En dat is dan de weg die wordt afgelegd. Ja, dankjewel Asra. Jongens, we gaan even iets anders doen. Ik zie dat sommige mensen afhaken. Iedereen, bedenk even voor jezelf, door welke organen gaat het voedsel bij de spijsvertering? Ja, dus serieus, maar ik kan het niet onthouden. Hou eens even in stilte voor jezelf bedenken. Ja, door welke organen? Ja? Welke was het? Oké, goed, jongens. Wat ik zo meteen... Laat weer, of dat popje... Raap ze het daarop. Wat ik wil doen is als volgt. Ik noem willekeurig een naam zometeen. En dan noem je één orgaan. Ja? En dan noem ik een andere naam en dan noemt hij ook weer een orgaan. Ja? Is dat duidelijk zo? Ja, heel duidelijk. Anus. Diarree. Ja. Anus is inderdaad goed, Evelien. Dankjewel. Laurens, Mieke, poep, pies en plas. Kunnen we nu weer verder? Ja? Oké. Mia. Zou jij een orgaan kunnen noemen? Longen. Longen. De longen. Elif, zou jij kunnen... Heb jij er nog één? Ja, het is Elif. De maag. Ja, de maag is inderdaad het spijsverteringsorgaan, maar wat vind je van het antwoord van Mia? Ja, niet die stuurt fout. Oké, Anna. Slokdarm. Ja, slokdarm klopt. Dus we hebben nu de anus, de maag, slokdarm gehad. Roos. De endeldarm. Endeldarm, klopt ook. Zo. Yes, weet jij nog wat meer? De dunne darm, de dikke darm en de twaalfde. Ja, ja. Ja, dat heb ik wel direct. Nou, Nina, helemaal goed. En Laurens, inderdaad, de mond is er ook eentje. Dankjewel. Alright. Nu een iets moeilijkere vraag. Stel je bent straks op stage en je komt in aanraking met een zorgvrager en die heeft problemen met zijn dikke darm. Ja? Wat voor klachten kan je dan verwachten bij de zorgvrager? Aanbijen! Hey, jongens, wat is de functie van de dikke darm ook weer? Ja, water uit je lichaam aan. Nee, uit je voedsel. Nou, ja, precies. En niet uit het lichaam, maar uit het voedsel inderdaad. Ja, dus als je straks die zorgvraag voor je hebt, dan kan een van de klachten zijn diarree. Ja? Oké, goed. Laten we de volgende les... Gaan we het verder hebben over de andere functies van de organen? Nee, jongens, hebben we niet tussendoor? Nee, ja. Nee, maar wel. Dat is ook wel leuk. Laat de poos maar liggen. Nee, laat de poos maar liggen. Ik ga nu weg voor jou. Jongens, gaan we Mackie zo meteen met Ja. Ja? Zeer. Ik ben Misschien kunnen we meegaan. Zeer, jongens.